Het is tijd voor de verkiezing doelpunt van de maand augustus. Het seizoen is pas net begonnen, maar er zijn al schitterende goals gemaakt. En dit zijn de 10 genomineerden. Dijks. De snelle voorzet. Milik! Ja! 2-1! Het is een vroege. En je hoeft geen 47 man te passeren vanaf de zijkant om de bal goed voor te geven. Meteen een goede aanval van Vince Gino Dekker. Dreigt buiten om te gaan, gaat binnen door en dan deze bal, schitterend. Wat een mooi doelpunt van de captain van de A1, Vince Gino Dekker. Wat een techniek. 1-0 voor de A1 tegen PEC Zwolle. In het spel. El Ghazi. Dat is een prachtige treffer. Dat is een hele mooie goal van Amir El Ghazi. Maakt optimaal gebruik van het feit dat je met je sterke voet zo naar binnen kunt. En dan dit. Ja. Dijks. Ruimte voor Goedelje. En die gaat er ook in. Ja, en dan houdt hij de handen omlaag, maar dan wordt hij zo bedolven door medespelers, want hij wil dat niet juichen. Sjaban zet ze nu neer. Daar komt Schöne met de aanloop. En dan staat het 3-0. Tiende minuut en de complimenten van Frank de Boer. En een geweldig doelpunt van Jurgen Ekkelenkamp al vroeg in de wedstrijd. Stijlvolle omhaal van de centrale verdediger. Een schitterende openingsgoal voor Ajax B1. Ajax op zoek naar de 4-0. En die komt hier na een prachtige paas en een prachtige aanname. De aanname van Juan Familia Castillo. Bazour. El Ghazi, nu dan, alle tijd. Nu dan. Zoveel kansen dat er uiteindelijk wel eentje in moest bij El Ghazi. Maar voor hoe lang? Want dit is Ajax opnieuw met Buric. Oh, ho, ho. En dit is 1-0. Met de voorzet weggekopt door Groot en dan weer een schotkans en een doelpunt. Oh, wat een mooi doelpunt. Ashley Bakker. Goede aanval, ruimte bij Kaagman. De voorzet wordt weggekopt en Bakker met het overzicht. Laat jouw stem horen op facebook.com/afcajax. Kies jouw favoriet en maak kans op 2 kaarten voor Ajax FC Groningen.